leven met iemand die het niet heeft. Ja, bijvoorbeeld, mijn opa zei altijd van, hey, vasten gaat niet om alleen niet eten en niet drinken, maar het gaat ook jezelf verplaatsen in iemand die het niet heeft en die het gewoon niet breed heeft. En sowieso rust in jezelf vinden. De soera's wat in de Koran staat, vaker luisteren en snap je het niet, haal gewoon een Nederlandse vertaling erbij, lees het. Probeer te snappen en die rust in jezelf te vinden. Dat zei mijn opa altijd en ja... Lukt wel, ja. Ja? Ja, zeker. Want jij hebt dit jaar niet meegedaan, hè? Nee, klopt. Ik heb een beetje last van cholesterol. Dat zie je ook wel, een beetje kilootjes te veel. Geeft helemaal niks. Ja, dat geeft niks, maar ja, het brengt wel problemen met zich mee. Ik wou heel graag meedoen. Ik heb ook geprobeerd, maar het lukte me gewoon niet. Ik voelde me ook niet helemaal goed. Ik had ook shows. Die moesten ook gewoon gebeuren. Ja, ik wou gewoon wel vol energie podium staan, dus... Ik heb dit jaar overgeslagen. Ja, maar kan dat zomaar? Mag dat zomaar? Ja. Op medische gronden? Ja, als je gewoon medische klachten hebt, dan hoef je niet zeg maar te vasten. En het is altijd een keuze, toch? Ja, en zwangere vrouwen hoeven ook niet te vasten. Nee, en nou is het zo dat je van zonsopgang tot zonsondergang, hè, dan moet je vasten. Betekent dat je daarna helemaal los kan gaan? Ja, maar het is eigenlijk niet de bedoeling om helemaal los te gaan. We zien heel vaak bij mensen dat de hele tafel vol staat met allemaal verschillende soorten eten. Maar het gaat eigenlijk om onze profeet, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, die deed altijd een dadeltje en een beetje water. En in een dadel zitten zoveel vitamines in, dat kon je de hele dag mee. Maar wat bij ons gebeurt meestal is gewoon vol, oh, ik kan niet meer. Ja. Echt lekker. Echt. Ik kijk. Wat is dat wat je eet eigenlijk? Het is shebekia. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.